Goedendag, Telegraaf Vandaag van maandag 18 april. U kon het al lezen in de krant van vandaag. Een plan om een Limburgse vastgoedmiljonair te vermoorden is vastgelegd op band. Verslaggever Bart Mos heeft voor de Telegraaf de hand weten te leggen op opnames van een gesprek waarin te horen is hoe een crimineel geld aangeboden krijgt om die miljonair uit de weg te ruimen. Zometeen een onthutsend fragment. Bij mij in de studio nu Bart Mos. Bart, welkom. Hi. Doelwit was de Limburgse vastgoedmiljonair Paas. Wie is dat en waarom moest hij dood? Ja, Arthur Paas, dat is een ondernemer die onder andere actief is in Ghana en daar een groot hotel heeft in de hoofdstad Accra. De man die hem wil laten vermoorden, dat is Jan W. Dat is de voormalige directeur van dat hotel, maar die werd betrapt op een fraude een aantal jaar geleden. En sindsdien hebben de mannen een hooglopend conflict. W. beschuldigt Paas van het misbruiken van kinderen in Ghana. Zo. En ja, nogal wat. Dat is nogal wat, ja precies. En W. zelf is vervolgd wegens het beramen van een moordaanslag in Ghana. Maar nu nieuw is vorige week dinsdag opgepakt, omdat er dus een tape is waarin hij een moordaanslag, nu in Nederland, beraamt op Arthur Paas. We gaan zo een stukje horen, het ligt er niet om. Ze kenden elkaar dus, Jan W. werkte voor Paas. Eerst nog even, waarom liggen die opnames op straat? Waarom kon jij daarbij? Waarom hebben we die nu? Ja, wat W. niet wist, is dat de man met wie hij sprak, een Rotterdamse crimineel, alle gesprekken opnam. Hij heeft eerst die gesprekken gebruikt om meneer W. af te persen, want hij heeft de tapes aangeboden aan W. zelf. Hij zei, je hebt een probleem, want ik heb alles opgenomen. Voor 20.000 euro mag je de tape hebben. Keiharde chantage dus. Dat was chantage. En vervolgens, toen W. daar het geld niet voor had, of in ieder geval niet bereid was om te betalen, is de tape in de handen gekomen van de politie in Rotterdam. Ja, laten we er maar eens naar luisteren. Jan W. dus in gesprek met een Rotterdamse crimineel. Ja, dat is een kankerlijn, Pijs. Maar ja, dus nee, we gaan morgen er naartoe. Je gaat vannacht al die kant op. En ik zit er aan te denken ook, of zodra het achter de rug is. Ja. Ik vind gelijk een schuld met jou. Ja. We houden ook de vakantie gewoon. Ja, we ook. Want hoeveel even wat anders, hè? Want stel voor als het nou morgen is gepiept, zeg maar, wanneer heb je wat van mij dan daarna? Binnen hoeveel tijd moet ik dan rekenen of zo? Ik ga niet je arm op je rug krijgen, dat bedoel ik niet, maar een beetje geld zoals ik zorg dat je direct weer thuis krijgt. Oké, top. Dat is geweldig. Dan ben ik blij. Dan heb ik ook een beetje. Ik krijg direct thuis. Ah, top. En die andere, daar hoef je niet over te vertellen. Nee, dat komt wel. Tja, dat ligt er niet om. Het is maar een heel klein stukje uit een heel lang fragment, hè? Ja, de totale band duurt drie uur. Ja. En wij hebben daar een heel klein fragment van. Maar wat bewijst dit nou? Ja, als je het hoort, denk je 1 en 1 is 2. Ja, nou, het stukje tape wat wij in handen hebben bewijst eigenlijk niet zoveel. Maar er wordt een afspraak gemaakt over een betaling. Op de rest van de tape zou staan onder andere betaling voor een wapen. De manier waarop meneer Paas doodgeschoten zou moeten worden. Nou, meer van dat soort details. En als die details op die tape staan, dan heeft meneer W. natuurlijk een groot probleem. Want hoe ga je dat uitleggen aan de politie? Precies. Hij zit vast, dat zei je net al. Ja. Betekent dat meneer Paas nu veilig is? Hoe loopt dit af? Nou, meneer Paas wordt zwaar beveiligd op dit moment. Want hij vreest nog steeds voor zijn leven. Zou ik ook doen, ja. Ja, maar meneer W. zit vast, voorlopig 14 dagen. En nogmaals, als de tape werkelijk van hem afkomstig is, althans van een gesprek van hem, dan zal hij zeer waarschijnlijk een gevangenisstraf tegemoet kunnen zien. Dank voor je uitleg, Bart. En zodra er meer is, meld jij dat natuurlijk. Zeker weten. Bart Mos was dat. En dit was Telegraaf Vandaag. Bedankt voor het kijken. Fijne avond nog. Dag.